Industrie 4.0, het is de talk of the town. Maar wat is het nu eigenlijk? En waarom is het zo revolutionair en actueel? En hoe zorg je ervoor dat de maakindustrie in België blijft? We leggen het u uit in 90 seconden. De eerste drie industriële revoluties veranderden onze maatschappij drastisch met de uitvinding van de stoommachines, elektromotoren, computers en robots. En de rode draad is de toenemende massaproductie. De industrie wil steeds beter inspelen op de vraag van de veel eisende consument. Met Industrie 4.0 verleggen we opnieuw de grenzen van onze productieprocessen. Want consumenten willen hun producten niet alleen vlot verkrijgbaar en snel in huis, we willen ze ook volledig naar onze persoonlijke noden en smaak laten maken. Met andere woorden, mass customization of lot size one. En digitalisatie van onze productieprocessen maakt dat mogelijk. In Europa en nog meer in België zelf hebben we een expertise opgebouwd in die digitalisatie. Die expertise betekent dat we de productie hier kunnen houden of terugkrijgen door efficiënter te produceren en dit op de maat van de klant. En ze verder kunnen uitbreiden naar bijvoorbeeld dienstverlening rond een product of een machine. Ook wel servitisatie genoemd. Het verhaal van Industrie 4.0 is nog maar net begonnen. Met 3D-printing, digital twins, artificial intelligence, augmented en virtual reality en data analytics. We zijn benieuwd naar het vervolg. U ook?